De Efteling geeft een heus kijkje achter de schermen bij Droomvlucht. Wat gebeurt er nou allemaal precies? Ook zijn er helaas planeten naar beneden gekomen in Droomvlucht. En zijn de tekeningen verschenen waarop we kunnen zien hoe dat het koetshuis eruit gaat zien van Dans Macabre. Meer dan genoeg reden om lekker te blijven kijken. Ja, leuk je weer te zien en tof dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Niels, ik neem je wekelijks mee door de Efteling en ik laat je alles zien wat hier gebeurt en daarbuiten. Maar deze week begin ik een keer in het Fantasierijk voor de verandering. We beginnen bij het Huis van de Vijf Zintuigen. Vorige week waren ze bezig met de sprinklerinstallatie, dat hebben ze nu afgerond, dus dat is mooi. Ook viel me op dat ze het uitgangbord, wat een beetje overal nergens staat, hebben ze nu eindelijk opgehangen op de plek waar je altijd de Efteling verlaat. En waren ze ook aan het schilderen bij een van de palen bij het Huis van de Vijf Zintuigen. Ook nog een dingetje qua souvenirs, of qua niet-souvenirs, want de winterse bomen, die hebben ze weggehaald bij de Eftelingen. Ja, de winter-Efteling loopt op zijn einde, dus dat zal helaas niet meer te koop zijn. Ja, en ik heb goed nieuws over de Steenboklaan, hij is eindelijk weer geopend. Ja, de werkzaamheden zijn helemaal afgerond, alleen helemaal aan het einde bij vrouw Bolters. Daar staan nog hekken, daar ligt de straat wel open. Maar je kunt wel weer via deze manier het Anderrijk betreden, dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Wat minder mooi is, is dat een van de vaandelpalen aangereden is. De vaandels zijn weggehaald en de paal is redelijk beschadigd. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd is, best wel zonde. Want die vaandelpalen waren nog niet zo heel erg oud. Maar goed, dat is dus wel gebeurd op de Pardoespromenade. Maar die grondwallen hebben ze nu ook afgerond. Alle graafwerkzaamheden zijn nu klaar daar. Dus het is nu alleen maar even wachten totdat ze het gaan aanplanten. En van de zomer gaat het weer lekker groeien en ziet het er weer netjes uit. Gaan we naar Efteling Grand Hotel. Ja, daar zijn ze natuurlijk nog steeds druk bezig met de begaande grond van het hotel. Je ziet nu overal pijpen uit de grond steken. En ze zijn zelfs begonnen aan de linkerkant, of rechterkant, maar net op welke kant die staat. Zijn ze eindelijk begonnen met de eerste muren neerzetten. Ja, daar staan de mallen staan klaar en daar komen zometeen ook de betonnen wanden. En dan trekken ze het gewoon lekker door en zo gaan ze weer omhoog. En nog een klein dingetje bij Polles Keuken, of althans daarnaast bij Gladijs. Daar hebben ze de posters weggehaald. Maar ja, is op zich niet gek, want ten eerste is het al niet zoveel open, want het is hartstikke koud. En ten tweede, aardbeien in de winter. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En ik ben het vorige week helemaal vergeten te vertellen, maar de Efteling is vanaf nu weer elke dag vanaf 10 uur geopend in plaats van 11 uur. Het blijft wel winter Efteling tot en met 5 maart, maar je kunt nu al wel weer vanaf 10 uur 's ochtends het park betreden. Dat is natuurlijk heel lekker. Hou wel in de gaten dat tot en met 5 maart het schoolvakantie is in Nederland. Het kan wat drukker zijn in het park. Een tijdje geleden meldde ik dat er een kabouter scheef zat in het kabouterdorpje in het Sprookjesbos. Nou, ik heb goed nieuws, want hij is weer rechtgezet, dus hij kijkt je weer aan als je er voorbij loopt. Gaan we naar de kleine zeemermin. Afgelopen week waren er wat schavuiten, zullen we het zo noemen. Die hebben zeeps opgegooid in heel veel fonteintjes hier in de Efteling. En ja, als het lopend water, als er zeep in gaat, dan gaat dat schuim als een gek. En dat was dus ook het geval, hartstikke lachen natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk kon al het water eruit gehaald worden en konden ze weer schoongemaakt worden. Dit was niet alleen bij de zeemermin, maar dit was ook bij de nieuwe kleren van de keizer en ook bij de pelikanenfontein hier verderop. Gelukkig is alles weer opgelost, dus we kunnen weer verder. Gaan we naar de zeven geitjes. Daar is momenteel onderhoud of ze hebben een nieuw gordijntje. Maar het is helemaal afgeplakt, we kunnen niks meer zien. Er hangt een soort tafellaken voor de ramen. En ook de wolf, die beweegt niet. Dus daar wordt momenteel onderhoud eruit gevoerd. En waar ook onderhoud eruit gevoerd wordt, is het Rauterplein. Althans, nog niet op het moment van opnemen, maar het is helemaal afgezet met hekken. Wat gaan ze hier nou doen? Nou, ze gaan de bestrating opnieuw doen. Ik weet niet of ze de originele bestrating gaan hergebruiken of dat er nieuwe staatsstenen in komen. Maar goed, de bestrating op het Rauterplein, die had wat te lijden onder zijn leeftijd, dus dat moet aangepakt worden. Nou, verder hebben ze ook weer gesnoeid bij de ingang van de Indische Waterlelies. Dat is ook weer heel erg kaal op het moment. En er was ook water verdwenen in het bassin bij de Indische Waterlelies. Maar gelukkig is dat weer terug. Was wel op dezelfde dag als het zeepstopprobleem, dus misschien had dat er wel iets mee te maken. Gaan we door naar het meisje met de zwavelstokjes. Vorige week had ze storing, gelukkig doet ze het nu weer. Ja, het was denk ik echt alleen storing, want ik kan niks bekennen wat er nieuw is daar. En dan gaan we nog eventjes naar de sprookjesboom, want daar zijn ze aan het graven achter. Althans, ja, ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn, maar het heeft er alles van weg dat ze grondwallen aan het aanbrengen zijn. Dus ja, wat ze daar nou precies aan doen zijn, dat weet ik niet, maar ze zijn er druk in de weer. Hey, ik zei het al, de Efteling heeft een prijs gewonnen. Ja, het is niet echt een fysieke prijs, maar de Efteling is het beste merk geworden van onder andere TikTok en Instagram. Dat is natuurlijk heel goed, hebben ze merken zoals bol.com achter zich gelaten. Dat betekent dat ze het best gegroeid
favoriet zijn van alle merken? Ja, nou dat kan ik alleen maar beamen natuurlijk. Dat is natuurlijk hartstikke goed. En vind je dit soort video's nou leuk? Vind je het nou tof wat ik doe? Heel erg bedankt dat je kijkt. Ik zou het heel erg tof vinden als je op die abonneerknop drukt. Daar help je mij ontzettend mee. Ook deze week zijn ze weer lekker bezig bij het Carouselpaleis hier in het Marenrijk. Daar zijn ze druk bezig geweest met het overtekenen van alle schilderingen op de gevel. Want ja, dit wordt allemaal aangepakt. Momenteel zijn ze druk bezig met al het rotte hout weghalen en alles vervangen voor nieuw hout. Of in ieder geval alles dichtsmeren. En het lijkt er ook een beetje op dat ze de oude waterorgelfoyer gebruiken als opslag voor alle spullen die ze nu gebruiken op het moment. Ook de Pelikanenfontein is weer gevuld. Die was vorige week leeg omdat er natuurlijk zeep ingegooid was. Is nog niet alle zeep weg. Het is een beetje hardnekkig spul. En ik heb nog meer goed nieuws, want ook het muurtje is weer gemaakt bij de spoorwegovergang. Deze was er afgereden, maar deze zit er weer op. Er staat wel een hekje omheen, dus het moet nog even drogen, maar het ziet er weer goed uit. Ook is er bij de remise weer het een en ander gebeurd afgelopen week. Dus hebben ze de buitenmuren besmeerd en hebben ze dus blijkbaar niet alleen de ramen vervangen, maar ook alle raamkozijnen. Die zullen allemaal vervangen worden in verloop van tijd. En ja, dan gaan we het even hebben over Droomvlucht, want daar is nogal wat gebeurd afgelopen week. Daar zijn dus in de hemelburgte scène planeten naar beneden gekomen. Ja, die hele grote bollen die er hangen, die zijn naar beneden gekomen. En er zijn er een aantal kapot. Hoeveel is niet bekend. Hoe erg het kapot is, dat is ook niet bekend. Er gaan wel wat geruchten, maar die lopen heel erg uiteen. De een zegt dat het wel meevalt en dat het nog op te lossen is. De ander zegt dat ze helemaal gehoord zijn en dat ze dus opnieuw gemaakt moeten worden. Ja, hoe dat met de opening gaat, dat weten we ondertussen wel. De Droomvlucht gaat gewoon open op 4 maart. Geen probleem. Alleen waarschijnlijk zonder een aantal van die planeten. En dat vind ik persoonlijk heel jammer, want dat is mijn favoriete scène. Dus het doet me wel een beetje pijn dat dit gebeurd is. Maar wat is er nou precies gebeurd? Nou ja, die planeten die hangen aan het dak aan een apparaat wat ronddraait, zodat die planeten ook een beetje draaien. En die hangen aan kabels. En die kabels die zijn geknapt. Dus ja, daarom zijn ze naar beneden gevallen tijdens het onderhoud. Nou, stel ze zijn helemaal kapot en ze moeten helemaal opnieuw gemaakt worden. Dat zou dus kunnen betekenen dat ze ook kunnen plussen. Dat er dingen aan toegevoegd kunnen worden die er vroeger niet in zaten. Ik vind dat persoonlijk wel een tof idee, maar ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten in de reacties. En verder waren ze ook bezig met de verlichting in de wachtrij van Droomvlucht. En verder kunnen we helaas niks zien. 4 maart moet die open, duurt niet lang meer. Helaas wel zonder de planeten, want ja, hè, die zijn kapot. En misschien heb je het nog niet gehoord, maar ik heb ook mijn eigen Discord-server. Ja, kun je hier beneden vinden in de omschrijving. Daar staat een link naar mijn Discord. Kom er gezellig bij, het is hartstikke gezellig in die Discord. En we gaan al richting de 1000 leden. Ja, het is ongelooflijk. Lijkt het je wat? Lekker join. Goed, ik moet echt even inbreken in mijn eigen video, want naast dat de planeten gevallen zijn, is er natuurlijk nog meer gebeurd afgelopen week. Want zo heeft de Efteling een heus kijkje achter de schermen gegeven bij het grote onderhoud van Droomvlucht. Nou, er zijn onder andere alle verlichting aan het vervangen voor LED. Dat wisten we al, maar wist je ook dat het 543 lampen zijn? Zijn er echt heel veel. En omdat het nu allemaal LED wordt, kunnen ze dus alle verlichting van kleur laten veranderen. Dat is niet alleen heel erg tof, maar zo kunnen ze ook hele toffe effecten toepassen. Zo komt er bijvoorbeeld in het Kastelenrijk een echte zonsopkomst en een zonsondergang. Ja, je hoeft je geen zorgen te maken dat alles nu in één keer heel anders uitziet qua kleur. Want ze hebben foto's gemaakt voordat ze de lampen gingen vervangen. En ze hebben alles eigenlijk weer net gemaakt zoals het vroeger was. Ook hebben ze allerlei showdoeken vervangen in heel de attractie. Die waren allemaal ja, nodig aan vervanging toe. En daar zullen we ook het een en ander van gaan zien. Het enige wat niet ter sprake gekomen is zijn de misteffecten in eigenlijk heel de attractie. Hier hebben we helaas niets over vernomen. Nou, ook in het Wonderwoud zijn dingen aangepast, want zo heeft de eenhoorn een opfrisbeurt gehad. Maar dat niet alleen. Nee, ook de elfjes hebben nieuwe kleding, nieuwe pruiken. En er zijn zelfs een aantal elfjes die hebben een nieuwe huidskleur. In de Elfentuin hebben ze eigenlijk hetzelfde gedaan als in het Wonderwoud. Hier hebben ze ook alle elfjes aangepakt, hebben ze ze nieuwe kleertjes gegeven, hebben ze de beplanting aangepakt, dat hebben ze natuurlijk ook in het Wonderwoud gedaan, hebben ze door heel de attractie heen schilderwerkzaamheden verricht en schijnt zelfs de baard van Oberon geknipt te zijn.
Ook zijn ze bezig geweest met de techniek van alle animatronics die erin zitten en alles wat daar gebeurt. Ook in de sterrentunnel zijn natuurlijk allerlei dingen gebeurd. Dus hebben ze ook, nou niet alleen in de sterrentunnel, maar ze hebben allerlei rotsen vervangen. Maar ze hebben natuurlijk ook hele delen van de baan vervangen. En niet per se de hele baan, nee alleen de pijpen waar de gondels aan vastzitten. Die delen daarboven, die alles stevig moeten maken, die zijn bewaard gebleven. En dat is heel mooi. Ja, dit alles kost al 6 miljoen. Kan je nagaan wat het gekost moet hebben als echt heel de baan vervangen moest worden. Helaas hebben we over de Hemelburgte scène geen enkel nieuws gekregen. De kans is heel groot dat ze er niet zullen zijn met de opening helaas. Maar laten we wel hopen dat het er straks weer goed uit gaat zien. Ja, ze hebben dus 20 maanden hebben ze voorbereiding getroffen om dit te gaan doen. Uiteindelijk zijn ze 4 maanden dicht geweest. Ja, en daar is heel veel werk in verzet zoals je kan zien. En dat hebben ze ook gedaan in het Zompenwoud. Want hier regent het eindelijk weer. Dat hebben ze nu allemaal opgelost. Dus het Zompenwoud heeft weer een mooie regenbui. En natuurlijk ook weer water onder in de bak. Waar dat alle trollen lekker in kunnen badderen. Nou, onwijs goede berichten natuurlijk. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Volgende week gaan we uitgebreid kijken wat er allemaal gebeurt met Droomvlucht. En ik kan niet wachten. Toch weer wat spannende dingen in het reizenrijk deze week. Zo zijn ze druk bezig met Jokies Wereld. Daar hebben ze momenteel allemaal hek omheen gezet. En zijn zelfs begonnen met het verven van de muren van Jokies Wereld. Afgelopen week hebben ze ook al de ijzeren stellingen bovenop Jokies Wereld geverfd. En er is mij verteld dat alle geveldingen van Jokies Wereld weer helemaal klaar zijn. Die zijn geverfd, zien er weer tiptop uit. En die staan klaar op het dienstencentrum om weer teruggeplaatst te worden. Dus ja, dat kan niet lang meer duren. Nou, omdat ze nu die muren aan het verven zijn, hebben ze voor de gelegenheid eventjes de rookzone verplaatst naar de warme winterweide. Daar kan je nu je sigaret roken. En er is ook nog iets bijzonders gebeurd bij de toiletten. Want er staan natuurlijk hegjes, die werden heel de tijd plat gelopen. Efteling heeft er nu toch voor gekozen om er een pad neer te leggen en een stukje van de heg te verwijderen, zodat het niet meer constant plat gelopen wordt. Ik denk dat dit een veilige keuze is. En dan moet ik het toch nog even hebben over de virtuele wachtrij bij Carnaval Festival. Want het blijkt dus dat er nu grote noodknoppen op de poortjes zitten. Ja, in geval van nood moeten ze natuurlijk open kunnen, zodat mensen geëvacueerd kunnen worden. Dus ik vermoed dat het daarvoor dient. Verder zou je zeggen, hè, vorige week had ik het er al over, wat is er dan veranderd ten opzichte van de eerste keer? Nou, ze hebben veel meer borden neergezet. Ja, echt. Overal staan borden. Op de Spiegellaan kom je echt al 4 borden tegen voordat je bij Carnaval Festival aankomt. Je kan er niet omheen. Overal staan die borden. Dus ja, het is wel duidelijk, laat ik het zo zeggen. Ik zag afgelopen week nog een video voorbij komen dat de spots op de gieren in Vogelrok heel de tijd aanstonden. Dat ze heel goed te zien waren. Gaan we naar Laplace. Daar hebben ze momenteel de stijgers ingepakt met witfolie en zijn ze druk bezig met de gevels en ook op het dak. En ook aan de zijkant van Laplace zijn ze ook bezig. Die oude overkapping die ze vorige week aan het schuren waren, die is nou helemaal ingepakt met allemaal zeil. Dus daar zijn ze ook lekker bezig. En nou is het dus iets leuks, want in de zomer komt er natuurlijk weer een zomerplattegrond van de Efteling. En hier staat dus al het nieuwe horecapunt opgetekend, wat nu nog Panorama heet. Ja, hier zien we dus al een beetje hoe het eruit gaat zien, want we hebben natuurlijk nog steeds geen concept art gezien. Ja, dingen die echt opvallen zijn banieren bovenop het dak. En natuurlijk ook die statige ingangen waarvan we nu al een beetje de contouren kunnen zien. Die zien we ook heel goed. En dat niet alleen, nee, waar vroeger die, ja, hoe noem je het, die zonneschermen hingen. Daar komen nou tenten te staan. Helemaal dat Oosterse thema. Ja, het ziet er best wel tof uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe definitief dit is en hoe ver dit doorgevoerd gaat worden. Want die tekening is natuurlijk een beetje simier. Maar wel tof dat we nu eindelijk iets kunnen zien. En nog een klein merchandise dingetje. Want er waren bekers aangekondigd voor de Winter Efteling. Die zullen helaas niet meer komen. Er is zowaar iets nieuws toegevoegd aan Nest hier in het Ruigrijk. Er hangt tegenwoordig een krijtbord in het midden van Nest. En als je krijtjes wil, kan je die vragen aan de nestbewakers. Ik had hem nog nooit eerder gezien, dus hij moet wel nieuw zijn. Maar ja, hoe lang die er hangt, dat weet ik niet, want ik kom niet zo heel vaak in Nest. De Vliegende Hollander is helaas nog steeds niet open. Nee, dat duurt nog tot 1 april.
En daar zijn ze natuurlijk ook nog steeds bezig. Ik kan niet vertellen wat ze aan het doen zijn. Maar vorige week heb ik natuurlijk wel een video gemaakt over de originele tekeningen van het originele plan van de Vliegende Hollander. Heb jij die nog niet gezien? Check hem even hierboven, want het zijn hele toffe tekeningen. Verder zijn ze druk bezig geweest in de bocht bij de Python. Hier hebben ze het oude pad weer hersteld voor de Villa Pardoes gasten. Dus je kunt nu weer, als je in Villa Pardoes zit, via die manier het park in. En dan hebben ze ook de bomen weer teruggezet en eigenlijk alles weer aan kant gemaakt. Lantaarnpalen neergezet en alles is weer zoals het was. Gaan we nog even Edna kijken. Daar waren ze natuurlijk vorige week bezig met het verven van de palen. Daar zijn ze nu mee klaar. Althans, zijn ze klaar. Ze zijn heel fel, dat snap ik op zich wel. Maar die anderen zien er ook zwart geblakerd uit. En dat is nu nog niet. Dus ik vermoed dat alles nog een beetje ingeschaduwd moet worden. Want ook de muur is nog een beetje fel ten opzichte van de rest. Nou, ook Edna rookte lekker op los. En nog goed nieuws van de treinen van Joris en de Draak. Want de originele platen aan de zijkant, die figuren die je ziet, Joris en een draak, die zijn weer terug. Eerst waren dat stickers. Nou ja, in eerste instantie waren dat platen. Toen werden het stickers. Nu zijn die platen weer terug op één van de twee treinen. En dat is wel heel erg vet. Ook verschenen er afgelopen week beelden van een miniatuur van Baron 1898. Het is gemaakt door een fan en het is gemaakt van staal en weegt 50 kilo. Ja, het ziet er echt heel erg vet uit. Echt, het detailniveau is echt subliem. Heel erg tof. Ik zal het artikel even linken hier beneden. En er is nog een winactie voor de Efteling. Ja, je kan een overnachting winnen hier in de Efteling. Moet je een vraag voor beantwoorden op de Eftelingblog, kan je twee keer deelnemen per e-mailadres. En dan kan jij dus een overnachting winnen in de Efteling. Ja, kleine moeite. 31 maart krijg je de uitslag of je gewonnen hebt, ja of nee. En nog een dingetje over het Eftelingwonder, want dat is het tijdschrift voor abonnementhouders van de Efteling. Alleen is al een tijdje niks meer van gehoord. En de webcare die heeft eigenlijk een soort van toegegeven dat het waarschijnlijk niet meer terug gaat komen. En dat is wel heel erg jammer. Onderhoud van de Piranha loopt ook weer op zijn einde hier in het Anderrijk. Ze hebben die steiger weggehaald die bij de lift heel zat. En ook hebben ze de palen met netten teruggezet waar de kwijlbeelden staan. Verder is er niet zoveel bij Piranha, dus ik ga gelijk door naar Dans Macabre. Daar staat een nieuwe lantaarnpaal. Althans, de lantaarnpaal is hetzelfde als in heel het Anderrijk. Dus het is echt een Anderrijkse lantaarnpaal. Nou, verder zijn ze natuurlijk al heel veel verder. Overal zien we houten ornamenten. Ziet er heel mooi uit. Het dak begint nu echt een beetje vorm te krijgen. En natuurlijk ook wordt overal de muur opgemetseld. Dat gaat zeker de goede kant op. Maar er is dus ook meer bekend geworden over het uiterlijk van het gebouwtje. Want eerder in de video had ik het al over een uitgelekte plattegrond. Daar stond dus ook het gebouwtje op van Dans Macabre. Ja, het koetshuis, hoop ik dat zo heet. Dat zien we hier heel goed. Aan de achterkant komen de toiletten en dit is een soort vervallen ruïne. Heeft misschien wel iets weg van het oude spookslot. En aan de voorkant zien we ook een gebouwtje. Daar staat een vaandel op het dak. En dat lijkt een beetje iets met kapotte dakpannen te hebben. Het is in ieder geval vervallen. En die kapotte dakpannen die zijn ondertussen gespot, want die staan klaar. Ja, ze zien er ook al vervallen uit. Dit is niet de eerste keer dat ze gebruikt worden. En dat is precies wat ze nodig hebben voor dit gebouwtje. Het is een beetje discutabel wat het nou wordt. Wordt het nou een winkel? Wordt het nou een horecapunt? Niemand weet het exact. En ook Loopings weet het niet. Want Loopings heeft dus iets aangepast op hun website. Alle artikelen die betrekking hebben op het horecapuntje. Of nee, op het gebouwtje. Laat ik het zo zeggen. Maar goed. Alles met winkel hebben ze verwijderd uit hun kopjes en hebben ze gewoon vervangen voor gebouwtje. Je kunt het nog terugzien in de link, maar blijkbaar is Loopings dus ook niet helemaal zeker van zijn zaak. Verder gaan ze bij Dans Macabre nu echt verticaal. Ja, er zijn allemaal mallen neergezet waar de muren ingestort gaan worden. We kunnen de staalconstructie zien zitten en straks wordt dit volgespoten met beton. En beetje voor beetje komen dan alle muren tevoorschijn. Net zoals dat ze bij Efteling Grand Hotel gedaan hebben. Dus dat is natuurlijk heel erg vet. Gaat zeker de goede kant op. Op dit moment hebben ze alleen nog het voorste gedeelte gedaan. Het uitsteeksel, zeg maar. De ronde zaal, daar is nog niks gebeurd. Maar dat komt natuurlijk later nog. Nou, ik zei het eerder ook al, de Steenboklaan is weer open. Maar nu hebben ze dus een ander deel helemaal opengetrokken, net na de Steenboklaan. Het pad tussen Bekkerij Krummel en de Fata Morgana, die ligt nu helemaal open. Hier zijn ze kabels aan het trekken. Maar dit zal denk ik niet het enige zijn wat ze gaan doen. Nee, want er is allemaal graffiti op de grond. En er staan ook piketpaaltjes verderop richting de rookzone. Dus ik denk dat er nog meer overhoop gaat dan alleen dit stukje pad.
En ik eindig deze week buiten de Efteling en ik begin bij Café de Efteling. Want vorige week meldde ik dat de schutting eruit gereden was. Nu is heel de schutting verwijderd en ligt er een nieuwe schutting klaar. Ik ken deze schutting, ik kan hem alleen niet plaatsen. Maar hij komt uit de Efteling, want ja, de Efteling gooit nooit iets weg. Maar ik weet niet waar hij vandaan komt. Als jij het wel weet, laat het even weten. Ja, het is een mysterie, maar we lossen het wel op. Ja, oh, wacht, stop maar, we weten het al. Ja, dit is de oude schutting van achter het Silent Fregat, wat vroeger bij het Spookslot gestaan heeft. Ja, heel tof dat Efteling dus echt nooit iets weggooit. Gaan we naar het Efteling Hotel, want het blijkt dus dat het hele hotel 3D gemoduleerd is. Ja, een tijdje geleden hebben ze alles ingescand en het zou met de komst van Grand Circus Balancé een makeover krijgen. Nu had Grand Circus Balancé niet meer door, maar dat zou natuurlijk wel kunnen betekenen dat het Efteling Hotel alsnog opgeknapt gaat worden en dat het daarom 3D ingescand is. Ja, we gaan zeker kijken wat hier gaat gebeuren en het zou zeker niet meer staan als het Efteling Hotel een upgradeje gaat krijgen. Gaan we door naar het zonnepanelenpark en vorige week meldde ik het al, ze leken klaar te zijn. Ja, ze zijn klaar. Alle spullen van Gubbels zijn opgeruimd, het is helemaal glad, de grondwallen liggen er. Nu is het wachten tot mei totdat de zonnepanelen geplaatst worden en dan heeft de Efteling een prachtig en gigantisch zonnepanelenpark erbij. Gaan we naar vak KLM, het parkeerterrein van de Efteling. Hier hebben ze wolvenpootjes op de grond getekend die richting de Efteling lopen. Ja, mocht je nou niet weten waar je naartoe moet omdat het best wel ver lopen is vanaf die kant, dan kun je dus de wolvenpoten volgen. Nou ja, toevoeging. Gaan we nog even naar het dienstencentrum, want vorige week waren ze daar aan het graven en toen vertelde ik dat ik dacht dat ze daar begonnen waren aan het bouwen van een loods. Nou, dat blijkt dus zo te zijn, want vorige week waren ze aan het graven en nu staat er gewoon een hele loods. Deze loods zal prefab aangeleverd zijn, want binnen een week een loods, dat gaat natuurlijk heel snel. Maar goed, ze zijn nu steeds druk bezig en ze zijn hem nu aan het afwerken. En dit wordt dus een nieuwe opslag op het dienstencentrum, zal wel ten koste gaan van een aantal parkeerplaatsen daar. En ook wordt er nog steeds gewerkt aan de warmte-koude opslag achter Vata. En vorige week vroeg iemand aan mij, wat is nou warmte-koude opslag? Nou ja, eigenlijk is het heel simpel, de naam zegt het al. Je hebt een warmteopslag en een koude opslag. In de zomer gebruik je een koude opslag om een ruimte te koelen. En in de winter gebruik je de warmteopslag om een ruimte te verwarmen. Dit gaat allemaal via ondergrondse putten die diep in de grond zitten. En hier wordt het tijdelijk opgeslagen. En aan de hand van deze methode kan je dus op een duurzame manier je gebouwen verkoelen of verwarmen. En waarschijnlijk het gebouwtje wat we hier zien is een verdeelpunt wat gaat bepalen of dat de warmte of koude verdeeld gaat worden over het Anderrijk. Ja, en zo kom ik alweer aan het einde van de video van deze week. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en ik ben ook wel benieuwd, wat denk jij bij Droomvlucht? Heb je liever iets nieuws of heb je liever dat het oude gewoon compleet hersteld wordt zoals het was? Laat het even weten in de reacties. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.